Hallo, mijn naam is Steven. Dit is Tisha. Ze is kinderpsychologe, opvoedkundige en speltherapeut. En Steven is ontwikkelingspsycholoog, gezinstherapeut en mediator. En vanwege ons beroep zijn wij gevraagd om iets te vertellen over sportende kinderen en de rol die de ouders langs de zijlijn daarin hebben. En dat is ook een hartstikke leuk onderwerp, zeker omdat we zelf ook ouders zijn met sportende kinderen. Net als Harry en Annie. Hoi. Hoi. Zij laten ons zien wat voor effect hun gedrag heeft op hun kinderen, Peter en Petra. Hallo. Hallo. Hoi. Goed, Tisha. Laten we beginnen. Laten we ermee beginnen dat het geweldig is als je kinderen aan sport doen. Dat is namelijk niet alleen gezond, maar het is op allerlei andere gebieden ook goed voor de ontwikkeling van je kind. We onderscheiden in het leven van ieder kind namelijk 3 grote ontwikkelingsgebieden. De lichamelijke ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Wat lichamelijke ontwikkeling is, ja, dat is natuurlijk zo helder als wat. Maar met sociaal-emotioneel bedoelen we de manier waarop het kind in de omgeving van anderen met zichzelf en met die anderen omgaat. En met cognitief worden dingen als begrijpen, weten, je aandacht ergens bij kunnen houden en leren bedoeld. En op elk van die 3 grote ontwikkelingsgebieden is dus bewezen dat sport een positieve uitwerking heeft. Dat sporten goed is voor de lichamelijke ontwikkeling, dat is natuurlijk logisch. Maar ook sociaal en emotioneel gezien levert sport de kinderen dus heel veel op. Je leert door sport bijvoorbeeld om samen te werken. Je maakt op het sportveld ook vaak vrienden. En omdat je nou eenmaal niet altijd kan winnen en niet altijd alles meezit, leer je ook omgaan met teleurstellingen. En veel bewegen maakt bovendien ook slimmer. Dus ook op cognitieve ontwikkeling heeft sport een positieve invloed. Echt geweldig dus dat kinderen sporten. En als ouders zijn we daar natuurlijk vaak bij. Want wij staan langs de zijlijn te kijken. Maar de vraag is, hoe sta je daar nou eigenlijk als ouder? Moet je daar nou je mond houden? Nee. Of is het juist de bedoeling dat je je met het spel bemoeit en zo laat zien hoe betrokken je eigenlijk bent? Nou, en over dat soort vragen gaan we het vandaag hebben. Wat kan er verwacht worden van de ouder langs de zijlijn?